Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, hoopt in 2024 op marktconforme tarieven. In dit haast afgelopen jaar heeft bijkans iedereen hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Zo ook het telecombedrijf, zegt directeur Mike Antonius tegenover onze redactie. De ops die wij hebben meegemaakt zijn stappen die wij gezet hebben in de digitale transformatie. Een down voor ons is het feit dat wij diensten leveren die eigenlijk lager zijn dan de koers van de centrale bank. Sowieso zou het voor ons beter zijn als bedrijf als wij diensten geleverd hadden tegen de marktconforme koers. Je moet nagaan, al onze leveranciers, dat is bijna 80% van onze leveranciers, dat zijn bedrijven die wij US dollars moeten betalen. Dus wanneer je niet conform je diensten verkoopt, dan loop je natuurlijk een financiële verlies op. Voor de mogelijkheden die er waren, is Antonius met zijn directieteam toch tevreden over het jaar 2023. Voor ons is heel belangrijk de roadmap 2025. Daaraan is gerelateerd onze digitale transformatie, waarbij wij aan het transformeren zijn van een klassieke telecom operator naar een digital communication service partner. We zijn goed op weg, we zijn er nog niet, maar als ik de roadmap volg, zijn we in sommige gebieden op schema, andere gebieden nog net niet. Maar daar gaan we in 2024 aan werken om een inhaalslag te maken. Telesur biedt diensten aan op een koers van 32 SRD en 71 cent, terwijl de koers van de Centrale Bank Suriname is gesteld op SRD 37,20. Het telecommunicatiebedrijf hoopt dat ze vanaf het komend jaar marktconform kunnen draaien.